Nou, goedemorgen. Saskia is boos dat ze is te laat voor het ontbijt. Stuk. Dat is echt heel goed. We zouden hier meeten met Marleen trouwens. Maar ik wil ook even hier binnen kijken. Laten we kijken. Ik wil even hier binnen kijken. Ik heb honger. Het is de derde dag dat wij in Lissabon zijn. Het is een beetje een rare samenhang deze vlog, maar ik zie uiteindelijk wel hoe het wordt. Ik denk dat wij straks daarheen willen gaan lopen als dat het kasteel is. Helemaal naar boven en dan hebben we een mooi uitzicht. Lijkt mij superleuk. Maar ik ben blij dat het zo fucking lekker weer is. En we gaan leuke foto's maken vandaag. Want we willen leuke foto's voor onze Instagram, want wij zijn kut influencers. Dus volg me op Instagram. Ja, je kunt Saskia ook volgen. Oh jongens, het enige wat ik nou ja, misschien ook wel weer leuk hoor, maar aan het buitenland wel een beetje moeilijk vind. Heftige omhooglopings, maar het leuke is dan weer dat je wordt beloond met een goed uitzicht, dus ik vind het wel leuk. We zijn nu wel lekker half buiten adem en we zijn nog niet eens op de helft denk ik, maar we gaan wel ergens naar boven. Weet je, ik had hier niet op, we lopen nu weer naar beneden. Mijn Google Maps zegt het. Dus... Oké. Okay. We hebben ongeveer echt langer dan een half uur bij een bepaalde muur. Oh, ik heb het niet eens op mijn vlog gezet, wat stom. Nou, kijk maar op onze Insta. Hele mooie blauwe muur met een gezicht van een vrouw. Het was volgens mij iets historisch. Er zat een verhaal achter, maar ik ben... Maar dat weten we niet. Nee. Want we vonden de muur gewoon mooi. Maar we hebben daar echt langer dan een half uur gezeten. Oh, ik kan niet. Ik heb geen evenwicht. Oh jongens, ja. Dwel me maar weer op hoor. Can't handle. Ik hou hier echt zo erg van. Gewoon mooie aanzichten, uitzichten en alles wat er daarbij hoort. Ik moet zeggen, voor een toeristische hotspot vind ik het niet heel toeristisch hier. Toch? Ja, oké, ik neem mijn woorden terug over de toeristen die ik net zei. Lekker zon. Lekker. We hebben hier een ticket gekocht, wat normaal 8,50 is voor 5 euro met je studentenkaart. Dat is absoluut zeer zeker een tip. Neem gewoon je Nederlandse collegekaart mee. Dan krijg je korting met dit soort dingetjes. Wait for it, wait for it. The view is literally insane. Wat ik leuk vind, of eigenlijk wel ook wel grappig en opmerkelijk. Kijk, ze hebben een soort van een Golden Gate Bridge uit San Francisco nagedaan. Hier, die brug daar. Tegenover, ik weet nou niet meer hoe dat heet, is een namaak van dat beeld in Rio de Janeiro. Wauw, jongens. Hoe heet dat beeld in Rio de Janeiro nou ook alweer? Ja, dat al eerder, maar ik weet het niet. Ik weet alleen dat het inderdaad daarvan is. Dus. De zon is zo fel vandaag, maar ik hoop dat het mijn highlighter goed doet. Ik denk dat je nog wel iets hoger kan daar toch een beetje... Dit is een beetje een kasteelruïne of zo. Ja. Ja. Dit vraagt natuurlijk wel echt alleen maar om één soort foto. En dat is natuurlijk een free the nipple foto. Maar dat kan je natuurlijk echt niet maken. En dat is het hele fucking probleem. Maar het was wel vet geweest. Kijk eens even hoe mooi het hier is. Heel gezellig. Oh, ik liep echt bijna tegen een paal aan. Jongens, ik zweer het, dit was echt niet normaal. We hebben dus net sushi gegeten. En ik heb echt maar 2 borden op of zo. En het was 11 euro voor onbeperkt sushi buffet. En oké, nu komt het mooie nog. Voor 4,40 euro. Was dat 4,40? Ja. Kon je ook nog onbeperkte alcohol drinken? Dus nou, dat ging helemaal mis natuurlijk. Dat ging helemaal mis. 3 of 4 drankjes? Nou, ik heb een biertje gedronken en 3 gin tonics of zo. Praten en lopen is niet mijn ding. Ik voel me oprecht best wel aangeschoten, maar ook gewoon moe ogen gewoon. Oké, gezellenbel. Nee. Jezus, Lina, je moet echt een keer opkrijgen met het kutwoord. Ik haal mezelf ook echt. Ik ga nu geld vragen. Elke keer als je het zegt, krijg ik 50 cent. 10 cent. 10 cent, oké. Okay, ook goed. Een hele goede middag alweer. Het is ondertussen alweer 3:15 en het is zondag vandaag. Volgens mij hebben we gisteren voor het laatst gevlogd dat we sushi waren gaan eten. We zijn daarna teruggegaan naar het hostel en toen zijn we met een paar mensen van het hostel naar de stad gegaan. Daar zijn we eerst uit geweest in een soort kroeg met wat top 40 muziek. En daarna zijn we naar een hele fucking vette technobar geweest. Ik weet even niet meer de naam ervan, maar het was echt super vet en de muziek was zo goed. En we waren daar met een medewerker van het hostel hier. Dus dat was echt fucking leuk. Maar we hebben het echt laat gemaakt, of eigenlijk heel vroeg, want we liepen echt pas de club uit om 7 uur of zo. Het was echt letterlijk alweer licht buiten, dus toen hebben we een Uber naar huis gepakt. En outfit van vandaag. Ik heb een shirt van Linda aan, een beetje een half high-waisted broek van de H&M en witte Puma sneakers met mijn Sloan multistripe tas van Michael Kors. I love this one. En er is één fucking grote irritatie in dit hostel van mij en dat is dat al het licht van boven komt uit die spotjes. Dus als je probeert op te maken heb je de hele fucking tijd schaduw in je gezicht.
really sounds like a real problem, which is not. En er is nog één ding wat me echt irriteert, die douches hier. Dit zijn de douches. Ik weet niet of Linda dit al laat laten zien. Het is eigenlijk best wel prima. Maar die dingen zijn allemaal afgebroken. Dus je moet de hele tijd die douchekop vasthouden. Dat is zo niet praktisch. Ah, oh, dit is zo chill. Dit hostel. Love it. Heel gezellig. We hebben Ashley heel veel scheldwoorden geleerd. Maar we dachten, we gaan nu ook even aardigen. Schat. Ja, schat. Hi, schat. Hi, schat. Hi, schat. Ja. Schatje. Saskia heeft vanochtend natuurlijk al gevlogd, maar ik ben zo brak. Ik sliep echt vanochtend toch vanochtend pas om 9 uur. En nu gaan we naar het park met twee mannen, weet ik veel, die bij het hostel werken, maar die zijn vrij vandaag. Dat is zo fijn aan dit hostel, die mensen die er werken, het voelt gewoon echt als een familie. Ze zijn zo welcoming en nou, ik ga dood, het stinkt hier zo erg naar vis. Ik kan het echt niet aan met mijn brakke hoofd. Oké, guys. Show us how much fun we have. So fun. No, I'm kidding. Just be yourself. But Saskia is daar. Kijk even hoe mooi dit park trouwens is. Nou, kijk dan eventjes. Heel cute, heel gezellig. Oké, show your skills. Ah, yes, hij ging eindelijk goed. We zijn met z'n allen aan het koken, want dat doen ze elke keer in de avond. En ik help nu mee, dus dan hebben we gratis food. Lekker. What are you laughing at? Yeah, okay. Woo! She's taking a video. Yes, and then she's gonna do a time lapse. Yeah. But I'm definitely gonna say in my vlog that I can recommend this hostel. Yeah, it's good. What? I'm gonna say to my followers that I'm recommending this hostel. What's up, young Dutch girls? Incoming! It's her first time cutting garlic. Yeah. That's it. Hebben we dus staan koken, die hele pan vol met soep, ben ik dus vergeten om het resultaat te laten zien. Pak het om. Maar oké. This is the result. Yeah, I tried it. Shit. So, like, but how was it? How was the soup? Oh, it was excellent. Heel random shit bij elkaar gegooid. normaal kookt hij en hij kan echt veel beter koken. Kutte kopen. Nee, we hebben echt letterlijk gewoon aardappels, wortels, pompoen en... No, I'm kidding. Bonen en shit bij elkaar gepleurd en soep ervan gemaakt. Lol. Zo, het is de laatste dag, maandag. En dat betekent dat ik vandaag te horen zou krijgen of ik mijn onderzoeksvoorstel heb gehaald. Jullie hebben in mijn vorige vlog kunnen zien dat ik die inleverde. Ik had in ieder geval toen niet het gevoel dat ik hem nou echt gehaald had of zo. Maar ik heb hem gehaald. Wat echt insane is, omdat ik hem vorige keer toen ik mijn scriptie schreef niet haalde, dus ik was er gewoon bang voor. Maar goed, helemaal leuk. We moeten straks vanmiddag rond een uur of 5, 6 naar het vliegveld. Dus we hebben nog een middagje om even een beetje leuke dingen te doen. We moeten wel even spullen inpakken, want we moeten wel uitchecken uit de kamer. Maar daarna kunnen we onze spullen gewoon nog hier wel even laten staan. En even nog de stad in. En dan spreken we nog even af met Marleen, denk ik. We should make a summary of all the Dutch words you learned. Yeah, but now you have to like say it in my video. No, I can't say it in your video. I don't know them. Je bent een schatje. Yeah. Je bent een schatje. Yes, that's really good. Hey, now say it to me. Je bent een schatje. Jij bent ook een schatje. We zien Marleen vanmiddag nog. Die is nu op school, want dat is de hele fucking reason dat ze hier woont. Stay in school, kids. Don't do drugs. Don't use alcohol. Eat your fruits and veggies. Eat your veggies. We zijn op het vliegveld en het is zo sad. Maar het is nog wel even een mooi uitzicht. We gaan afscheid nemen van Ashley en Marleen. I'm so extra. I'm so tired. Ashley blijft nog een nacht langer in het hostel. Marleen woont hier, obviously. Maar die gaat ook over 5 weken terug naar Nederland, geloof ik. 1 week al. Obviously. Maar over 2 uur moeten we boarden. En we moeten hier op het vliegveld inchecken. Want online inchecken lukte niet. Heb ik dit al verteld? I don't fucking know. Mocht ik geen einde van de vlog meer filmen, is dit het einde. Dus doei.